je altijd poffertjes gemaakt of alleen omdat het eerste kan promoveren? Nee hoor, met iedere familiedag zijn we present om de jeugd van poffertjes te voorzien. Ik hoor net van de poffertjesman dat het vandaag een familiedag is. Klopt dat? Moeten jullie hier de hele dag bij blijven of gaan jullie ook dadelijk naar de wedstrijd mee? Hij gaat als grote vraag mee en ik blijf hier. Oh, dus u kan niks van de wedstrijd zien? Nou, dan maar naar de DVD kijken later. Welk land wint er op deze familiedag? Ik denk dat Spanje is geworden. Ja. Want die hebben wel erg veel punten gehaald. Nee, Duitsland, zoals gewoonlijk eigenlijk bij Duitsland. Had je kunnen verwachten, hè? Ja, meestal, hè. Vervelende van het voetbal, Duitsland niet meestal. Jij zit in de organisatie van de familiedag? Ja, dat klopt. Is het nou vandaag zo gepland dat na het toernooi van de familie, dat ze dan allemaal meegaan naar het eerste? Of blijft dit hier de hele dag doorgaan? Normaal gesproken is de familiedag de hele dag. Nu hebben ze het zo gepland dat er vanmiddag voor de oudere, zeg maar, kinderen, junioren, nog wel een Six-Sixties toernooi heet dat, geloof ik, georganiseerd is. Dus, 's ochtends is de familiedag tot 12 uur, we hebben speciaal tot 12 uur gehouden, zodat de jeugd zoveel mogelijk met shirt vanmiddag via de pont naar Rozenburg gaat. En ik ga ook mee. Kijk eens uit voor je haar, hè. Waar is je voetbaltas nou? Rolando. Daar. Oh, die gaan allemaal met de auto mee. Oké. Okay. Gaat de hele groep met de fiets? Ja. Niet te hard rijden, hè? Ik heb er niet heel veel zin in, moet ik zeggen, fietsen. Dus, Nee, het begint te regenen. Ja, maakt niet uit. Het is dan de start van de eerste etappe. Maasland, Rozenburg. Ja, pittig eentje. Pittig eentje naar de pont. Wie heeft de proloog gewonnen van jullie? Dieter Koenen. Ja? Dus tevens gele trui dragen. Ja? Ja. En nu gaan we naar de volgende etappe. Ja. We pakken een pontje. Oké, er ligt ergens nog een kolletje, geloof ik, na een kilometer of twee. Hè? Een kolletje op de dijk van mijn sluis. Zullen we even goed aan moeten zetten. Maar we zijn niet bang voor die slotoverwinning. Ja. Mens onterend dit, jongens. Daar strijd je heel het seizoen voor. Hey, als je vandaag niet scoort, weet je waardoor het komt, hè? Ja, doordat ik helemaal kapot ben van de fiets omkomt. Nou, de ploegleider is al aangekomen bij het veerpontje. Fred, wij zitten lekker droog, hè? Ja, wij zitten heerlijk droog, ja. Heb je nou niet ontzettend medelijden met de jongens die nu op de fiets zitten? Ja, daar heb ik zeker heel erg medelijden mee. Maar zo zou ik al verwachten. Ik denk, nou, ik zag het weer. Ik denk, voor mij is het een lekkere auto. Ik denk dat er andere jongens ook zo over dachten, maar ze moesten wel. Ze hadden... Op dit moment zeker, nou, ja, nou het regent. Zo is het fietsen hard. Kijk, ik moet even vragen hoe het met die dingen zit. Zo, kan ik even zitten? Heb je de bui een beetje overleefd? Ja, prima. Ja? Is goed voor de jongens dit. Ja? Of juist niet? Ja, juist wel. Vertel eens waarom. Nu zijn we er al gewend, alvast. Ja.
Gaat u ook naar de wedstrijd, mevrouw? Nee. Oh. Familiebezoek. Ja. En jij regelt de bidons, hè, voor de kopman? Ja, ik zie het. Hè? Om die mensen allemaal schermen te houden. De waterdrager, hè? De waterdrager. Maar kom! Van wie was het idee om met de fiets te gaan? Maar was hier zwaar. En hoe trainen, de spelersgroep is aan het morren. Waarom had je niet met de auto kunnen gaan? Waarom niet? Zo'n klein eindje. Ik zeg altijd, is het te warm, hè, die auto? Ja. Dan zijn we niet geacclimatiseerd, we hebben eraan staan, twee wachten al. Maar de bedoeling was een beetje teambuilding op te bouwen. Even een beetje ontspanning. Ze lopen te zeuren, joh. Ongelooflijk. Maar dat komt door die ene kletterbui, hè? Ja. Dat heb ik speciaal verzocht, hè, want ik wil dat ze tot aan bot toe geïrriteerd zijn. Fantastisch. Gaan jullie het redden vandaag? Tuurlijk gaan we het redden. Ja. Kennen jullie Rijnmond Hoog Vliesport uit het verleden? Helemaal niet. Je weet niet of het een voetballend team is of houthakkers? Gasten kennen er helemaal niks van. Nee? Gasten kennen er helemaal niks van. Ken jij ze? Ik denk 9-0. Paal zijn wij daar zo. Is dat nou? Dat is de doelpaal. Leuk zo'n dagje uit, hè, op de boot. Ja, zeker. Ontdek je plekje? Hè? Ontdek je plekje? Nee, ik kom al vaker hier. Ik heb een stage hier gewerkt. Maar entree heffen of varen? Nee, entree heffen. Zeg maar in en dan zeg maar, ja, dadelijk weer daar. Daar teruggeven. Ja, maar dat was zwaar werk. Je moest van 8 uur 's ochtends tot 5 uur aan die ongeveer. Nu is het wat langer, want je hebt ook meer mensen die naar de buurt overgaan en alles. Dus ja, dan werd voor mij gewoon fysiek wat te zwaar. Dat ik combineer met mijn andere werk, zeg maar, dat ik... ook naar Frankrijk, ja, dat kon ik op een gegeven moment niet meer combineren. Daar komt de gele truidrager! Dus je gelijk nat zal die tassen worden. Kijk maar. Ja, klopt. Moet je gooien, Mort? Ja, zet maar neer, joh. Doe je dit voor elke wedstrijd of alleen vandaag, bij uitzondering? Elke wedstrijd. Elke wedstrijd. Verwen ze maar lekker, hoor, de jongens. Hè? Hij is van die meneer, hè? Auto, dat je zo, je kan wel zien waar het geld zit. Rijnmond auto. Rijnmond. Groen moet nog opgesloten worden. Wordt zeker dik betaald bij Rijnmond. Tuurlijk, hè? Tuurlijk. Sterrenspelers worden altijd betaald, hè? Hallo, ik zat voor de verlof. Ja. En wie loopt hier? Is dit de spits? Nee, dit is de bank zitten. Bank zitten? Ja. Waarom zit jij bank? Nou, omdat ik het een beetje benauwd heb. Omdat het niet zo goed is. Oh? Van de zenuwen, van de spanning? Ook. Waar bent u van dan? Van TV Rijnmond. Serieus? Ja. Schorst de spits van Rijnmond. Ja. Ben jij geschorst? Ja. En je bent de topscorer? Is het echt zo? Ja. Hoe lang ben je al geschorst? Ik was er helemaal vlak. Uitgerekend deze. Dat heb je verkeerd getimed. Ja. Hoeveel heb je erin geschoten dit jaar?
21, als het goed is. Alleen voor de competitie of ook met bekerwedstrijden erbij? Alleen beker en competitie. Geen Champions League? Geen Champions League. Alleen voor dat is volgend jaar. Alleen voor rondes? Dan zijn we gek op bij Rijnmond. Wat voor pillen? Hele gekke pillen, zijn nieuw. Ze zijn niet op z'n mark. Sta je dadelijk dan anderhalf uur met een stijf op het veld, of? Nou, die heb ik sowieso altijd al. Dag heren, wie gaat er fluiten vandaag? Nou ja, dat moet je toch wel kunnen zien, toch? Nee. Degene die als eerste antwoordt, of niet? Nee. Die meneer, die gaat fluiten. Nog een geheim is dat, gewoon nog een tos. Kijk, met zo'n kop en zo'n pak. Zo. Ja. Zo, dat zijn de grootverdieners hoor, hé. Goh. Sorry. Heb je een touw? Lees die tekst eens voor, want je ziet er niet goed op de camera. Namens van RGV Win en wij feesten met jullie mee. Hij gaat lekker hoor, meneer. En het Engels houden, die hangen ook overal bij het spandoek. Hebben jullie een speciaal dameselftal ook bij MVV? Een speciaal dameselftal? Nou ja, een dameselftal. Drie dameselftal hebben we. Oké. Okay. Wat speelt het hoogste elftal? Tweede klas. Speel je daar zelf ook mee? Nee. Derde klas. Nee, derde elftal. Dat is het gezelligste, hè? Ja. Zorgt u voor de wissels vandaag, meneer? Ja, de wissels. Ja, oh. En we gaan ons weer ook. Oh, daar valt het bier. Er is een beetje een halve lucht erin. Ja, dat is toch zonde, dit. Dat is een beetje jammer. Hé, wat een weertje, hè? Wat een weertje. Dat konden we ons na die kletterbuien van vanmorgen op het pont niet voorstellen. Nee. Dan moeten even lekker in het zonnetje zitten. Tussen Rijnmond Hoogvliet en MVV 27. Trainer bij MVV 27 is Peter Broekman en de leider is Marco Voorman. Ik ben van de WOS. Oké, dus je gaat voor MVV een beetje verslag doen? Ja, maar ook voor Rijnmond Hoogvliet. Oké, die kunnen het ook ontvangen? Nee, dat niet. Nee, dat is het steeds meer. Hoe is die naam? Ja? Ronald van de Ent. Oh. Ja, dames en heren. Daar zijn ze dan, de gladiatoren. Geef ze beiden een hartelijk applaus natuurlijk. En dan gaan we erop dat het allemaal sportief gaat verlopen. Kom op, jongen!
Alex! Zo! Alex, back!
Oh, best wel. Hey, best wel. Ja! Hij wil je schoenen weer. Haal! Dat is los! Ja! Ja! En waarom doe jij nou niet mee? Ik ben geblesseerd. Ik heb mijn heup is een beetje naar de klote, om het zo te zeggen. Is dat in de loop der jaren gekomen sinds dit jaar? Nee, het is een actie op de training geweest, dus ik speel al 3 maanden niet. Dus volgend seizoen gaan we weer lekker beginnen. Versleten heup, stukje? Nee, het is de spier die er tegenaan zit. Die heeft een tik gekregen. Ja, precies, tijdens een schot op het goal. Dus dat, lekker rustig aan, hè? Vroeg zomerstop. Balletje mee, voetballen in de rust, met de reserves. Ja, ik ben wel vooral in de derde helft ben ik uitblinker heel vaak. Dus dat, ik denk dat de derde helft er wel komt voor jullie. Ik denk het ook, ja.
het ziet er goed uit in ieder geval. Ah, jij mankeert niks, joh. Jij mankeert niks. Ik kan gewoon voetballen. Dit is onze nieuwe aanwinst voor volgend jaar. Is het echt zo? Ja, ja, schijnt. En vertel eens. Nou ja, volgend jaar weer een nieuwe uitdaging bij VV. En waar kom je vandaan? Maasdijk. Wat speelt Maasdijk? Derde klas. Eén klas lager dan MVV. Ook een goede keuze. Wat vind je van voor de rest van de wedstrijd tot nu toe? Niet echt spektakel, hè? Het is nog niet spectaculair. Nee. Maar, we hebben toch al gezien dat Rijnmond toch wel een stuk minder is dan zijn. Ja, jullie waren wel heel beduust in de eerste vijf minuten. Toen kwam ook die kans op de latter. Dat heb ik gemist, dus daar kan ik niks over vertellen. Oh. Maar wat ik gezien heb, nou, dan voel ik MVV toch een stuk beter. Oké, maar dan vraag ik voor de analyse Jurie Mulder wel voor de rest. Oké? Okay? Telde je hem al, die bal op de lat van de jongens? Ja, ik telde hem al. Ik ook. Hoe krijgt hij hem erop, hè? Power!
Ja! 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 Ja!
Hey, zwaadje, hey! Zwaadje! En nu? Fantastisch! Heerlijk! We zijn er! Zwaadje! Zwaadje! Yes! Jongens, dat is heerlijk! Jassen, man! Yes! Ja, dat staat mooi. Dit is echt Europa Cup, hè? Ik die jongens hebben wel nog bij me komen. Dat is zo. Zo is dat dan. Daar heb je het voor gedaan, jongens. Daar heb je het voor gedaan. Nou, ja. Klasse, hoor. Kampioenen! 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 Beschrijf dat nog eens. Ja, het was een aanval over rechts en Orlando Slory spreekt de linksback uit. Ik kom bij de eerste paal, geef hem precies goed voor. Dus ik kom hem in. Heerlijke aanval. Ja. En de simpel afgerond. En op dat moment dachten we eigenlijk van, het kan misschien nog wel veel meer worden. Ja, aan de ene kant wel. Wij hadden toch best wel moeilijkheden ook op het middenveld. En ja, misschien toch een beetje spanning. Ik vond het niet echt een goede wedstrijd van ons. Maar toch hebben we de hele wedstrijd toch wel verdiend. Wel kijken! Waren het jouw schoenen? Ja. Dat is nou lulles, hè? Gooit hij een ander man schoenen in de wilgen? Dit is de fijn die de film heb gemaakt. Of je wat met de tekst doet, dat weet ik niet. Hoe laat is de veerboot? 6:30. Dat weet je precies, joh. Ja? Net aan. Maar moet op tijd zijn, want ja, dat wordt een enorm feest aan. 6:50 en dan gaan we zuipen. Hey, hoe moet dat nou met de cup?
Die gaat op de fiets mee. Ah, dat meen je niet, joh. Ja, tuurlijk. Dat is het mooiste op dit seizoen. Heb jij die gemaakt? Die heb ik gemaakt. Hij is fantastisch, jongen. Hoe lang heb je daarop gezeten, joh, om dat te maken? Helemaal niet zoveel, maar ik ben wat dat betreft creatief voor zulke dingen. Ja? Maar, ja, een minuut voor de wedstrijd is het al 1-0. Ja. Dus hoe we hem hier naartoe gebracht hebben, ja, dat was een klein beetje ook verrassing voor de jongens natuurlijk. Ja. Dus ik heb hem daar in het hokje gezet waar de entree is. Ja. Ja, en toen ze de 2-0 maakten, ja, toen... Heb ze gelijk pakken, dat ding. Hebben we hem gepakt en mocht het lukken. Alle mensen van het bestuur wil ik hartelijk bedanken. Want ik ben voor dit jaar 1 jaar leider geweest. Ik ga volgend jaar zelf weer lekker voetballen. En je ziet bij deze ook heel veel wat er achter de schermen gebeurt. En heel veel complimenten voor het bestuur. En voor de mensen die achter de bar staan en de hele organisatie eromheen. Kampioenen! 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 Jongens, op de zee vaak moet je gewoon als ze dingen niet doen. Jullie hebben het toch meer? Ja, daar zijn er zoveel van. Slot. Jij ook. Ja. Zo'n camera bovenop je snuffert. Ja, inderdaad. Hier worden ook uren gedraaid. Dit doen wij allemaal weer uit liefde en uit papier. Ja. Vanmorgen poffertjes en nu staat theestokjes. Ja, ja, goed maar. Na 12 keer harder getrekken. Ga je gewoon leeg, hè? Gewoon leeg. Hoe vond je de wedstrijd? Ik heb het wel genoten, maar het was niet heel van een van de mooie. Maar wel spannend, hè? Heel spannend. Ja, ja. Hebben jullie NVV het hele jaar door een beetje gevolgd? Ja. Wij slagen geen wedstrijd lopen. Nee, dat ook. Heel goed. Wat drink jij? Lekker Baileys. Ja, heerlijk. Van de trainer gehad. We'll be right back.
bekend hier zijn, die komen straks optreden. Doen ze er wel meer? Wie kent er niet, hè, Noortje? Je kent er wel. Maar ze staat straks hier op die tafel, dus dan zie je het dan. Wat ben jij een vreedzak, zeg? Eens ik zag, ik dacht, nou, 1000 euro, 1500 euro, als dat halen zijn wel heel wat. Later kwamen er sponsors bij, ik dacht, nou, 2,5, misschien. Het is een iets hoger bedrag geworden. Ik wil graag Stichting Mondiums, die hier aanwezig is, uitnodigen om hierin te komen, zodat we hier een beetje ruimte kunnen maken. Deze actie heeft in totaal opgeleverd ruim 5000 euro. Dus hierbij mag de Stichting Mondiums en de KWF een check van 2500 euro. En nogmaals, heel hartelijk dank iedereen.